Vandaag was er een frontale haataanval van een Britse krant op Harry en Meghan. Het stel dat zich inmiddels in Californië tussen de rijken der aarde zich vermaakt, kondigde zondagavond aan dat er een baby op komst is. Tabloid The Daily Star maakte duidelijk dat de hypocrisie afdruipt van de actie van het duo en de geregisseerde aankondiging van het babygeluk. Tekst gaat verder onder advertentie op de voorpagina van The Daily Star. Worden Meghan en Harry op de speciale foto die in de tuin is gemaakt zelfs met een balk voor hun ogen afgedrukt. Diep ongenoegen, dit is nog nooit eerder vertoond in de historie van het Britse koningshuis. Kennelijk zit het ongenoegen heel diep bij de krant. En alsof dat nog niet genoeg is, de tekst liegt er ook niet om. Een verlegen vrouw, die bekend staat dat ze publiciteit haat, heeft gisteravond de hele wereld verteld dat een baby op komst is. In een scène die afkomstig kan zijn van een romantische komedie op tv maken de ex-actrice en haar roodharige man opvallend dinsdag dit nieuws bekend. Oorlog aan tabloids, de vijandigheid druipt ervan af. Het heeft onder andere te maken dat Harry en Meghan de oorlog hebben verklaard aan de tabloids. Ze zijn zelfs op de vlucht zijn geslagen voor de opdringerige vorm van journalistiek. In de Verenigde Staten proberen ze een rustig bestaan op te bouwen. Het hoger beroep in de rechtszaak die Meghan heeft aangespannen is verdaagd naar de herfst van dit jaar. Maar niet iedereen vindt de voorpagina van The Daily Star overdreven. The Daily Star publiceert wat we allemaal denken, zegt iemand op Twitter. Anderen noemen de voorpagina weer pathetisch. Lees ook: baby opkomst voor Meghan en Harry, let's blokkade.